Welkom bij het instructiefilmpje van het taalverhaal. Maak een griezelverhaal. Als we een griezelverhaal gaan maken, moet dat natuurlijk spannend worden. Maar er moet nog meer. Weten we het nog? Even een terugblik naar wat we geleerd hebben. We beginnen bij een titel. De titel is de allerkleinste samenvatting van de hele tekst. Maak hem lekker spannend. En daarna begin je met een inleiding, een begin. Je neemt de mensen meteen mee in dat verhaal. Het wordt al spannend. Daarna heb je een hele duidelijke kern. In de kern gebeurt het verhaal. En weet je nog? Er moet iets van een plot of een twist in zitten. Er moet iets spannends gebeuren. Er moet een probleem zijn. En er moet uiteindelijk ook een oplossing komen. En sluit het verhaal wel leuk af. Natuurlijk niet met einde. Dat natuurlijk niet. En weten we het nog? Een zin, die begint altijd met een... Juist, een hoofdletter. En waar eindigt die altijd mee? Goed zo. Met een punt, een vraagteken of een uitroepteken. Hartstikke goed. Let erop. En het liefst hebben we hem digitaal. Mocht dat echt niet lukken, dan mag je hem natuurlijk schrijven. En dan zien we er graag een foto of een scan van. We wensen jullie van alle juffrouw's en natuurlijk de meeste van groep 5 heel veel succes. Maak er wat moois van. En het allermooiste griezelverhaal, of het allerleukste griezelverhaal, die gaan we later nog in een filmpje aan jullie voorlezen. Dus wie weet wordt dat jouw verhaal. Zet hem op!